Ga jij op vakantie zonder zomerlek? Zomer. Weet jij wat zomerlek is? Zomerlek? Aan wat? Wat zomerlek? Zomerlek? Aan zomerlek? Zomerlek. Misschien een musical of zo? Ja, iets in die trant. Zomerlek? Dan, ik weet niet hoe jij naar me kijkt. Dan wordt het nat, denk ik. Met veel regen. Ik denk dat dat een gat is in de zomer. Zomerlek? Dan wordt het aan mijn zoon en ik. Ik heb geen idee. 24 graden en wel wat wolkjes, dus dat verbrand je heel snel. Ik heb geen idee. Zomerlek. Gewoon aan de zomer, ja. Dat er een lek in de zomer is. Nou, je komt terug van vakantie en je moet weer terug naar school. Het zomerlek ontstaat in de lange zomerperiode bij jongeren die zich nog niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding. Dus, lig je op het strand, wil je er nog niet over nadenken of verdient je bijbaantje zo goed, vergeet je vooral niet in te schrijven voor komend schooljaar. Want met een startkwalificatie op zak heb je meer kans op een goed betaalde baan en sta je niet aan de kant in een periode van economische crisis. Een startkwalificatie is een HAVO of VWO diploma of een diploma op tenminste niveau 2 van het MBO. Heb je nog geen keuze gemaakt? Leerplicht in jouw gemeente staat klaar voor advies.